denk dat het vanaf kleins af aan al echt voetbal, 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 voetbal was. Ik ben begonnen bij Alexandria 66. Toen ben ik heb daar 2 jaartjes gespeeld, F12 en F1. En het moment dat ik naar de F1 ging, toen na een tijd ging ik al met E1 meetrainen. Ja, ik moest nog 1 extra jaar blijven van mijn ouders, dus ik mocht niet gelijk gaan. En toen heb ik nog 1 jaar bij Alexandria gezeten en daarna wel naar Sparta gegaan. Ja, in ieder geval dit ben ik. En ik weet eerlijk gezegd niet eens meer waar deze foto is gemaakt of waarvoor die is gemaakt. Maar ik denk dat ik wissel zat op het moment omdat ik een andere kleur had. Ja, bij Sparta was ik inderdaad verdediger, vanaf het begin al. Centraal ook, achterin. Toen heb ik nog wel een periode rechtsback gestaan. Ja, lastig voor mij, want als ik tegen zo'n hele snelle buitenspeler stond, ja, dat was niet echt een succes. Alhoewel, na een tijd ging het wel goed hoor, alleen ik heb ook wel periodes gehad dat ik gewoon echt lang wissel heb gezeten. En dat was wel lastig. Gerendi, Memphis, Fiali, Joey, Nadi. Het was heel streng. Alles was echt een soort extra opvoeding kwam erbij. En je moest je houden aan allerlei regels. Ik stond altijd met hem in de verdediging, Ronald. En ik ging ook nog best wel vaak bij hem spelen na wedstrijden. Dus ik denk dat hij wel mijn beste maatje was in het team. Mijn ouders zijn zeker trots. Mijn moeder kijkt elke week op tv. Mijn zus ook. En mijn vader die zit zoveel mogelijk op de tribune. Slaat af en toe een verre wedstrijd over, maar dat is logisch. En ik ben ze vooral dankbaar voor wat ze allemaal gedaan hebben voor mij.